Goeiedag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag hebben we een housewarming party slash barbecue. Dus we gaan vandaag het een en ander voorbereiden. Of vandaag, we zijn er al een tijdje mee bezig. Druk. Kijk, dit moeten we zo meteen even fatsoeneren. Gezellige hoekje hier al. Nissa is daar al aan het chillen. Hè? Of niet? We gaan chillen hier. Ja hè? Tranquilo plekje. Kijk, tafel hebben we. Daar gaan we het frisdrank zetten, vlees. En hier ga ik me bevinden straks. Ja. Is nog het een en ander veranderd ook. In het huis. Dus verbouwen. Zal voorlopig nog niet klaar zijn. Het zal wel zo blijven. Maar wat we wel hebben gefixt is goede wifi. Want wifi heb je nodig. Homes bij de wifi is. Ik heb van de week een nieuw pakketje gekregen van FRITZ!Box. Zal ik wel even laten zien. Want Monon en ik hebben natuurlijk sterkste wifi nodig omdat we video's uploaden. Vaak tegelijk. Dus de verbinding moet optimaal zijn. Kijk, dit is trouwens die FRITZ!Box pakketje. In de meterkast zit er natuurlijk eentje. En we hebben er één in de tuin. Zal ik even direct laten zien. Hier hebben we een repeater. Jetse. Zodat we in de tuin ook gewoon goede verbinding hebben. Want één ding is zeker. Wanneer de gasten straks zijn, gaan ze vragen naar wifi. Dus wifi moet optimaal zijn. Dan gaan ze daar gewoon lekker chillen. Muziek gaan we straks zetten. Dus daar is verbinding ook voor nodig. En boven heb ik ook nog een repeater. Snel laten zien. Daar is de andere repeater. Natuurlijk voor als we in de slaapkamer Netflix willen checken. Netflix en chill zeggen ze. Aha, laat ik het daarop houden. Een rommelige slaapkamer, die ga ik niet laten zien. Kijk, Manon en mijn zus zijn bezig. Voorbereiden van eten. Let niet op de rommel. Hoort erbij, hè? Lekkere dingen. Ja. Oh ja, trouwens over die FRITZ!Box modem. Het goede voordeel daarvan is, ik kan een gastennetwerk aanmaken. Dus dan hoeven mensen niet op mijn wifi. Tenminste, het is wel mijn wifi, maar een ander netwerk. Dus ik heb iets gruwelijks gefixt. Natuurlijk komen ze met vrienden en familie. Onder andere mooie Moffo Romano. En hij is voor Ajax. Dus ik heb iets leuks verzonnen. Waarbij ze moeten inloggen in mijn wifi. Mocht je benieuwd zijn hoe het allemaal in zijn werk gaat, blijf dan checken. En voor meer info, check de beschrijving. Want hij is Ajax-fan en ik ben Feyenoord-fan. Dus ga ik iets met Feyenoord houden, in die verbinding fixen. Wilt hij gebruik maken van mijn internet? Gaat hij niet leuk vinden. En natuurlijk ga ik jullie weer een update geven wat betreft de woning. Een paar nieuwe dingen. Ik ga jullie even een rondleiding geven. Rondje van de zaak. Eerst wat hier die pellettafel, wat nu buiten staat. Heeft Mon 2 losse tafeltjes gekocht. Dachten voor een verandering, is ook leuk. En hier, dit is klaar. Die kast is ook klaar. Handgrepen hebben overal hetzelfde. Plank heb ik ook gefixt gisteren. Is nog niet helemaal klaar, maar een rommel kan alvast daarop gezet worden, zoals nu gebruikt wordt. En wat ik wel echt tof vind, is het toilet die klaar is. Kijk hier. Hij is wel tof, hè? Je moet alleen nog een handdoek zetten. Want mensen moeten hun handen wassen toch. Dat is verplicht. Na wc gebruiken. En dit is dan de badkamer die eindelijk klaar is. Wastafel hebben we gefixt. Waskom zit erop. En Manon heeft een gruwelijke spiegel besteld. Kijk, zo'n touchscreen. Waarbij die verlicht wordt. En verwarmd. Dus willen we in bad gaan, gaan we in bad. Willen we douchen, gaan we douchen. Lekker toch? Jongen. Einde begint in zicht te raken. Zoals ik net zei. Verbouwen zal nog voorlopig niet klaar zijn. Maar we kunnen gewoon lekker leven. Dat is het belangrijkste. Het is nu hier en daar ook nog een beetje kaal. De accessoires moeten nog komen. zijn er nog niet helemaal over uit hoe het gaat pitchen met kledingkamer en dat soort dingen. Maar voorlopig ziet het er nu zo uit. Kijk hier. Ik had eerst 2 rekken. Mijn non heeft gewoon haar 1, 2, 3, derde rek heeft ze gewoon geoond. Heb ik een klein rek. Moet er nog wat op verzinnen toch. Dus dat was weer even een update. Dus wanneer ik hier lekker op mijn bank ga zitten, is dit mijn uitzicht. Ja toch. Ik had hem net netjes dicht gedaan, ze heeft hem weer open gemaakt. Beetje jammer, een beetje jammer. Heel veel mensen vroegen zich af waarom tv daar hebben, maar niet gecentreerd. Tv vind ik eigenlijk niet eens echt mooi om het eens in het zicht te houden. Liefst had ik nog een kast. Tv vind ik niet iets wat mooi is. Samen hebben we dat in een hoek gedaan, waardoor de gas hard en meer uitspringt. Ja man, we houden van apart. We zijn ook een beetje aparte mensen. En nu gaan we weer verder. Kijk hier, gewoon fles drinken. Alle stoelen moeten klaarzetten, zodat mensen gewoon kunnen zitten toch. Ik weet niet of we genoeg stoelen hebben, er komen zo'n 55 mensen. Dus ja, dat wordt een probleem. Het wordt gewoon een stoelendans. Zodige stoelendans wordt het straks. Lekker Heineken bier voor de gasten. Ik ben niet zo'n bierdrinker. Maar je moet rekening houden met je gasten toch. Ik heb wel trouwens Desperado en Corona mee. Dat drink ik wel, dat gaat wel naar binnen. Ik ben niet vies van een beetje soppie. Maar wel 18 plus hè. En natuurlijk maken we weer tijd voor de gym. Dat moet ook gebeuren toch. Alles stond al klaar voor de barbecue, dus even pompen. Of niet Gino, even pompen. Ja toch? Kijk hier. Big Boss hè? De boy moet aan de bak. Zeebraden. Hij rijdt op die hele snelle ding. Boom boom. Mag de grote kluis van je? Sowieso bro. Ben je rijden weer vandaan? Ja man, sowieso. Wanneer het mooi weer is dan pak ik de bike. Wat is jouw bike dan? Vandaag niet man, vandaag niet. Volgende keer. Deze Antilliaan rijdt dan quad. Raptor vriend. Ja hè? Je moet een echte bike moet je kopen. Een snelle ding. Hayabusa verlengd. Boom boom. We zijn nog niet daar, maar we zijn er zo. Ik kan het niet geloven. Zoveel go to one met JJ's. Ik kan het niet geloven. En natuurlijk zijn we ook naar de kapper geweest. Ja toch, je kop moet fresh zijn. Zolang je haar maar goed zit. Sikkie ben ik vergeten. Nee hoor, Sikkie laat wel lekker zitten. Rare sik, maar ik ben ook een rare jongen. Als plan A en B niet werken, moet je overgaan tot plan C. Hier naast de gym zit er een kapperzaak. Want Saiki en Lionel zaten beide vol. Of tenminste, Lionel zat vol. En Saiki komt zo meteen natuurlijk naar de barbecue. Dus hij knipt vandaag niet. Zou moeten over naar plan C. Maar het is goed gefixt. Dus we gaan snel naar huis. Maar Manon appt me af. Hé, waar blijf je? Zometeen komen de gasten. En de barbecue moet aangezet worden. Natuurlijk gaan we weer op mijn schatje. Pull up. Game is strong. Gas gaan we geven. Alleen maar vuur. So let's go. Christina van Zina's Bakery heeft weer taart gemaakt. Hij is te mooi. Allemaal glittertjes door. Ja. En van binnen is chocolade. Ja, dacht ik al dat deze chocolade was. Ja, je ruikt het al een beetje. Heerlijk. Lekker gemaakt, meisjes. Zina's Bakery team. En deze is ook echt te mooi. Even meegaan en is het mooi? Moet wel mooi. Die barbecue is al lekker vies gemaakt. Ja, hoort erbij hè. Voor het schoonmaken straks. Ja, jij. Ja, dat, ja. Dit is jouw ding, zeg maar. Ja, mijn taak. Keuken is mijn taak. Sowieso. Wat een gezelligheid weer hè. Gewoon keuze geven, hoe moeten we bewegen met boemerang? Dat moet niet verdienen. Dat moet niet verdienen. Gewoon niet vergeten hoe ik moet niet verdienen. Ja, wil je daar veel over? Ja. Ik kan gewoon een boemerang. Ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Eentje is sowieso chocolade. Ja? Gelukkig. Ik ga eentje aansnijden. Ja? Oké, ga ik even mijn handen wassen. Of eerst mijn handen wassen. Sorry, ga ik naar mij? Kiezen. Ja. Gaan we taartjes snijden? Ja, gaan we taartjes snijden? Kom, gaan we taartjes snijden. Nee, gooi jezelf dus. Oh, train. Mes. Elke seconde van de dag, ik zweer het. Zonder jou is het saai. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Je bent in mijn mind. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Zonder jou is het saai. Oh ja. En Jeffrey, hoe is de taart? Ik vind dat degene die dit heeft gemaakt. Degene die dit heeft gemaakt. Die door mijn cursus komt volgen. Cursus opeten. Ja, doe die boel. Zet die boel in. Even normaal. Luchtig. Zie daar. Kom maar. Zie daar. Iemand is daar. Hungry voor cake. Hungry. Is dat wel op? Ja. Met velvet is bijna op. Zie daar. Ben op één met ons vandaag. Doe dat. Red velvet. Pak een redje. Oké, kinderen zijn hier aan het dansen. Ik word maar een voor muziek zet. Kinderfeestje. Gezellig, in het donker iedereen. Zo gaan we van 55 gasten naar 2 gasten. Lodi. Lekker op mijn stoel. Net een diehards. Ja. Het is nu inmiddels alweer 2 uur 's nachts. En ik heb zo'n 4 uurtjes te slapen. En dan moet ik alweer opstaan. En dat op een zaterdag. Dat is ook mijn eigen schuld. Want ik wil mijn moeder even een goede sound geven. Qua uitlaat. Dus het een en ander gaan we fixen, laten fixen. Helemaal in Gendringen. Dicht bij de grens. 1,5 uur rijden vanaf hier. Dit wordt een pittige rit in mijn eentje. 's Ochtends vroeg. Want niemand gaat zo vroeg opstaan om te gaan joinen. Alleen heen en weer. Dus ik ga wel pokoe zetten in mijn nieuwe headset. En dan is het gewoon gaan. En dan zijn we weer hoor. In the middle of nowhere. Gendringen. Afgelegen gebied. En het is vroeg. Het ziet er nog moe uit. Ik heb kort geslapen. Ik heb nog niet gegeten. En hierachter zijn ze bezig met mijn bike. Katalysator wordt er tussenuit gehaald. Dus die sound wordt nog beter. Ik ben echt kapot. Zometeen als hij klaar is, over een uurtje ongeveer. Ik ga eerst even wat eten. Volgens mij zag ik een McDonald's hier in de buurt. Ik ga niet een Big Mac of zo. Maar gewoon die ochtendontbijt. Croissantje. Broodje ei. Want ik ben pas wakker als ik heb gegeten. Nu wel een lekkere, warme theetje. Jetze. Na een lange rit zijn we eindelijk weer thuis. Volgens mij zie ik er stukken meer opgewekt uit dan net. Nu ben ik weer fit toch. Ik heb nog niet eens gegeten. Ik wilde net gaan eten, maar ik had een afspraak. Dus ik had geen eens tijd om wat te gaan eten. Dus dat gaan we zo meteen eerst doen. Maar ik ga wel de sound laten horen natuurlijk. Kijk mijn schatje. Decibelle Brada. Het was trouwens een gezellige boel gisteren. Het was druk, maar wel gezellig. Familie en vrienden. Housewarming party. En natuurlijk hadden we ook weer lieve leuke cadeaus gekregen. Eentje, waar ik sowieso ook heel blij mee ben, is deze hangmat, brada. Gewoon relax in de tuin. Ga ik lekker liggen. Zometeen misschien even gaan doen. En ik was in slaap gevallen in de hangmat. Dus ik ben nu nog steeds kapot. Ik werd wakker, het was laat. Ik ben snel gaan douchen, ik ben naar boven gegaan. En ik ga nu gewoon slapen. Echt slapen. Dus ik ga die vlog afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog natuurlijk. En hoop ik zie jullie in de volgende video. Ciao, ciao. Alles hier is